Als we kijken naar ons buitengebied in Oude IJsselstreek, zien we dat door de jaren heen het landschap is veranderd. Agrarische bedrijven groeien of bouwen juist af. Ze staan voor grote opgaven die ons allen niet ontgaan zijn. Wij als gemeente staan ook voor grote gezamenlijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, natuurbehoud en de fysieke bereikbaarheid van ons buitengebied. Dit geeft zichtbare veranderingen en we moeten alert zijn en meebewegen om het buitengebied vitaal te houden. Bewoners die wonen en werken in het buitengebied hebben hier dagelijks mee te maken op de verschillende thema's. De landbouwsector staat voor de nodige uitdagingen. Hoe voldoe ik als agrarisch ondernemer aan alle eisen en wensen die er door het Rijk of door Europa aan mij worden gesteld? Wat wil de consument? Voor welke producten? Hoe zorg ik daarbij voor een goed verdienmodel voor mij als gezin? Is opschaling wel de juiste ontwikkelrichting? Of moeten we toekomstgericht gaan afbouwen en het bedrijf gaan beëindigen? In het laatste geval doet zich de vraag voor: welke nieuwe functies kunnen we ontwikkelen op dit bedrijf? Leegstand zorgt voor verrommeling van het buitengebied en brengt risico's op het ontstaan van een ondermijning met zich mee. Waar wij tegenaan lopen, het grootste issue is eigenlijk ons verdienmodel. Jaarlijks, de laatste decennia, zijn onze kosten gestegen. De eisen worden steeds hoger gesteld. Maar de melkprijs die blijft eigenlijk, die is al 40 jaar hetzelfde. Dus als boer zijn moet je blijven groeien om rendabel te blijven. Dat is eigenlijk de grootste issue. Er worden een hoop eisen extra gesteld, maar die worden niet uitbetaald. Ja, hier is de melkveestal, gebouwd in 2016. Dat is ruimte voor 106 koeien. Het is helemaal gebouwd volgens de laatste normen, is emissiearm. Een hele grote uitdaging voor de agrarische wereld, de agrarische sector in Nederland, is de enorme grondhonger, voornamelijk van de overheid. We hebben dat zelf dan meegemaakt. We hebben ons bedrijf twee keer moeten verplaatsen, omdat iemand anders iets met onze grond wil. Volgens zitten we hier, komt er een visie van de gemeente, willen ze hier weer wat anders met onze grond. En natuurlijk heel recent de uitspraak over dat er boeren onteigend kunnen worden. Dat ze vergunningen gaan intrekken. Er is een enorme grondhonger vanuit de overheid om woningen te bouwen, wegen te bouwen, industrie, natuur, noem maar op. En dat is ook ik voel dat als een behoorlijke bedreiging voor de agrarische sector. Nou ja, om rendabel te blijven, wat wij hier doen is, wij verwerken zelf een deel van de melk op ons eigen erf. Yoghurt, karnemelk, boter, hang op. Dat maken we hier en dat verkopen we dan via de landwinkel en aan particulieren hier op het erf. Nou ja, een goede visie op de toekomst. Wat wil je van ons? Kijk, we kunnen 100 kanten opgaan met ons bedrijf. En iedereen kan dat. Maar hoe wil je het hebben en hoe gaat dat gebeuren? Nu worden daar alleen maar opeenstapeling van regels. Je wordt beperkt in je groei. Maar ja, dit knelt, dat kan niet. Want die prijzen blijven achter. Dus zo blijf je geen boer. Waar gaan we dan een inkomen uithalen? Hoe ziet de gemeente dat dan voor zich? Wil je meer groen in de gemeente? Dat kan, maar zet daar dan wat tegenover. Er zijn zat boeren ook die misschien minder willen of willen gaan stoppen. Wie dan zeggen, nou ja, ik vind dat wel interessant. Maar kijk ook naar de boeren die wel door willen. Zoals wij, we hebben het bedrijf 2 jaar geleden net overgenomen. Wij hebben nog wel 40 jaar te gaan met ons bedrijf. Hoe gaan we dat invullen? Ja, wat ik al een poosje zie is dat de consument zijn eetpatroon aan het veranderen is. Van dierlijk eiwit naar plantaardig. En dat heeft mij aan het denken gezet, dat gaat al verder terug, al een jaar of 7 geleden, dat ik erover nagedacht heb. En dat bodenteelt, dat is een hele mooie plantaardige eiwit. Vroeger werd dat heel veel gegeten.
En er werd ook heel veel in Nederland geteeld, maar het is een beetje verdwenen. Een boon is vlinderbloemig. Die haalt de stikstof uit de lucht en dat bindt hij aan zijn wortels, waarvan hij groeit. Dus als we die boon geoogst hebben, volgend jaar zaaien we hier weer spelt, een graansoort. En die benut weer die stikstof van die boon om zijn begingroei daarmee te maken. Ja, als je praat over circulair, is dit circulair. Daar staat een perceel maisland. En iedereen kan het gewoon vinden op internet. Een hectare maisland die absorbeert 40.000 kilo CO2 uit de lucht. Dus, en dat is best heel veel. En het produceert 12.000 kilo zuurstof. Dat is waanzinnig. Een hectare bos, dat zijn ongeveer 500 bomen, die produceren of die absorberen 12.000 kilo CO2 uit de lucht. En dus dat wil wel aangeven dat je hebt wel een veld maisland, maar dat het dus ook CO2 absorbeert. Het is niet alleen dat je mais produceert voor de koeien, ja natuurlijk. Het heeft ook voedingsstoffen nodig, daar gaat ook mest op. Maar die keerzijde, die is er ook. Mensen die ook in het buitengebied werken, die staan er anders in dan als je er verder af staat. Er stond een mooi stuk in de krant vanmorgen. Er werd een vergelijk gemaakt. Een opticien gaat zich ook niet bemoeien met de operatie van een chirurg. Want dan weet je zeker dat die operatie mislukt. En dat vond ik wel een hele goeie. Dus dat je gewoon betekent dat je je vakkennis die je hebt, dat je daar wel dichtbij moet blijven. De gemeente die kan ons helpen door heel goed te luisteren en de mensen, bedrijven in het buitengebied te betrekken bij bij de plannen die ze maken en visies. Door betere samenwerking. Dan denk ik dat je door samen te werken, dat je heel ver komt. Ons prachtige buitengebied is de verblijfruimte voor iedereen. Het brengt ons met de auto van plek A naar B. We fietsen er, we wandelen, we laten onze hond uit of bedrijven onze sport. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het kunst- en cultuuraanbod en onze rijkelijke horecavoorzieningen. En die dragen allemaal bij aan de leefbaarheid in onze grensregio. Onderweg komen we diverse producten uit onze eigen streek tegen die we inkomsten brengen voor onze landbouwsector. Prachtige natuur verbindt onze 15 kernen met elkaar, waar toeristen en wij zelf erg trots op zijn. Ja, als ik kijk naar de knelpunten die ik zie in het buitengebied qua toerisme en recreatie, dan is denk ik de belangrijkste dat er voor de schaarse ruimte die er is, dat er heel veel verschillende functies te bedenken zijn. We willen wat met klimaat, we willen wat met huizen, we willen wat met landbouw, et cetera. En al die verschillende functies moeten bij elkaar komen in een relatief beperkte ruimte, zeg maar. En daar zit volgens mij een grote uitdaging, maar er zit ook tegelijkertijd een kans om te kijken van hoe kun je het een aan het ander verbinden. Dus hoe kun je slimme combinaties maken, bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven, dat je die ook direct benut als toeristisch-recreatieve voorziening. Dus kijkt van of de producten die ze daar leveren, of die wat kunnen betekenen voor mensen die te gast zijn in het gebied. Of als je aan de slag gaat met bijvoorbeeld een zonnepark, dat je nadenkt over hoe zorgen we ervoor dat het ook voor de toerist, recreant, aantrekkelijk kan worden ingericht. Dus door padenstructuren te ontwikkelen en dergelijke. Dus daar zie ik knelpunten, maar daar zie ik tegelijkertijd ook kansen. Wat ik de raad zou willen oproepen is om heel goed na te denken over wat willen ze nou met toerisme en recreatie. Ik denk dat er heel veel potenties zijn op dat thema voor de Oude IJsselstreek, maar ook voor de Achterhoek in brede zin. En ik zou de raad willen oproepen om te fungeren als een soort vliegwiel. Dus om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte, et cetera, aantrekkelijk wordt ingericht voor toeristen en recreanten. Dat ondernemers ook een stimulans krijgen om te gaan ondernemen in die sector. Dat als er bijvoorbeeld vanuit de gemeente wordt gezorgd voor aantrekkelijke openbare voorzieningen zoals fiets en wandelpaden en bordjes en bankjes die er natuurlijk in een bepaalde mate al zijn, maar dat nog verder te versterken en aantrekkelijke natuur, dan worden ondernemers ook gestimuleerd om vervolgens aan de slag te gaan met horeca of anderszins
Dus dat zou ik de Raad echt willen oproepen. Denk na over wat je wil met toerisme en recreatie. En zorg ervoor dat je aan de slag gaat en gaat investeren. Zodat de sector wordt meegetrokken. We zijn het er allemaal over eens dat we onze energie duurzaam moeten opwekken. Maar de vraag hoe en waar dit te doen en te realiseren is lastiger te beantwoorden. Met dit in aanbouw zijnde windpark Den Tol liggen we goed op koers om onze doelstellingen te halen. Het grotere vraagstuk is hoe we de ruimte in het buitengebied verdelen. Ja, als je kijkt naar de Achterhoek, en eigenlijk veel breder dan de Achterhoek in de hele wereld, hebben we een hele grote uitdaging. Dat is van fossiele energie naar duurzame energie of nog beter hernieuwbare energie. De bekendste zijn gewoon wind en zon. En daar gaan we in ons Achterhoekse landschap, waar we dus juist heel veel ruimte hebben, kunnen we daar best wel wat van gaan merken als we daar duurzame energie gaan opwekken. Dat zie je bijvoorbeeld met de zonneparken die nu in de Achterhoek komen. Of ik zeg dat zie je, maar juist hier, bijvoorbeeld in Winterswijk, waar ik en mijn vader zo'n beetje de eerste in Nederland waren, samen met in Hengelo in de Achterhoek, het zonnepark bouwen, echt samen met de gemeente gedaan. Hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk in het landschap integreren? Nou, tegenwoordig is dat al stappen verder. Die parken worden veel groter dan dit natuurlijk ook ontworpen. Maar we keken toen ook gewoon heel simpel naar hoe hoog moet nou zo'n zonnepaneel worden, zodat je dat ook mooi landschappelijk kunt inkleden. Met, ja, je kunt het net niet zien, maar daarachter ligt een houtwal. En eigenlijk ziet helemaal niemand het vanaf de weg. Dus nou ja, hier staat dus ook bijvoorbeeld een windmolen. Dat is maar een heel kleintje, want we staan hier in Winterswijk. En dan mocht tot op heden tot 10 meter gebouwd worden. Maar als je kijkt naar de energiemix, dan vult wind, zon heel mooi aan. En de discussie is eigenlijk, ja, vind je het mooi, vind je het niet mooi? Nou, heel vaak, ik kan hier heel eerlijk die discussie aangaan met mensen. En dan komt daar bijvoorbeeld uiteindelijk uit van, ja, misschien heeft u wel gelijk, want we hebben het coulissenlandschap en we zitten hier hemelsbreed. Nou, geloof het of niet, maar het is denk ik 200-300 meter tot aan de Duitse grens. Daar staan de windmolens en men ziet ze hier niet. Dus ik kan gewoon letterlijk hier aanwijzen. Oké, misschien valt het ook mee. En we moeten natuurlijk kijken naar geluidsoverlast, mensen die dichtbij in de buurt wonen. Maar gewoon lekker het gesprek gewoon goed met mensen aangaan. Je ziet ze hier niet eens. Zeg ik dan dat we er helemaal geen last van hebben en dat het mooi is? Nee, dat zeg ik niet. We zullen dus best wel lasten gaan zien van die nieuwe energieopwekking, om maar zo te zeggen. En dat zien we nu ook een beetje in de res, hè, die loopt. En er ontstaat ook ineens weerstand naast wat we kennen tegen windmolens. Ook al echt tegen zonneparken. Dat zien we gewoon gebeuren, ook in de Achterhoek in heel Nederland. En de overheid zegt eigenlijk al een paar jaar geleden in het klimaatakkoord, lokaal eigendom is daarin een heel belangrijke. Mensen moeten het gevoel hebben, oké, het zijn lasten, maar dan moeten wij er ook de lusten van hebben. Dus die 50% lokaal eigendom, dat zien we helaas nog veel te weinig in de Achterhoek terug, dat daar beleid voor is gemaakt. We willen heel veel zon op dak. Moet ik echt doen, ben ik het helemaal mee eens, hè, want veel zit verbruik ook onder het dak. Maar het net van Liander, we wonen in een heel mooi dunbevolkt gebied, is helaas ook het fijnmazigste net, of hoe noemen ze dat dan, het dunste net van Nederland hier. Omdat we de minste vragen hadden vanuit het verleden. Dus willen we veel energie gaan terugleveren vanaf allemaal losse, bijvoorbeeld boerendaken, die in de buitengebieden liggen, dan moeten we daar die dunne kabels allemaal heel veel dikker gaan maken. En vandaar dat ook bijvoorbeeld zo'n zonnepark of een windmolen, die in één keer een hele dikke kabel heeft naar een onderstation, dat het wat makkelijker gaat. Er ligt wel eens wat frustratie, maar dan moet je dus echt samen gaan aanpakken. Ook met Liander en met die agrariërs en andere bedrijven in het buitengebied. We gebruiken al jaren onze grond en het landschap om van en in te leven. Dit heeft er echt voor gezorgd dat ons ecosysteem op sommige plekken is verstoord. Herstel en uitbreiding van natuur- en landschapswaren zorgt voor een gezonde, natuurlijke omgeving en een aantrekkelijk decor voor dieren, onze inwoners en toeristen. De afgelopen decennia hebben natuurlijk zeg maar, stad, landschap en economische vooruitgang natuurlijk op gespannen voet met elkaar. Er komt nog bij dat heel veel mensen de waarde van het landschap niet zien, niet kennen. En daardoor is er natuurlijk zeg maar, veel verloren gegaan en veel hagen weg, duizenden kilometers, maar ook heel veel bomen. Maar ook leeflagen, watergangen, alles is wat meer industrieel in elkaar gezet. En de natuur wordt steeds in een kleiner hoekje gezet. Ja, ik denk zelf dat we natuurlijk enorme kansen hebben om dat anders te doen. In transitie met, hè? Dat je dan niet alleen de landbouw, maar ook zeg maar ontwikkelingen van woonwijken, industrieterreinen, maar ook particulieren. Om te kijken hoe kan ik nou een steentje bijdragen aan meer biodiversiteit, klimaatbestendig maken, ook betere materiaaltoepassingen. Maar kijken naar natuurherstel, ja, natuurherstel is natuurlijk een heel moeilijk ding. Dat doe je in 2-3 niet, er gaat lange tijd overheen. De bomen zijn klein, hè. Gaat bijna een leven overheen voordat je weer echt weer een boom terug hebt.
Maar dat het kan is wel zeker. We kunnen in transitie met elkaar. En ik denk dat het een enorme uitdaging is. Een hele mooie kans voor de toekomst. Je ziet gewoon dat ook jongelui die steeds meer in transitie ook meedenken. Ik krijg heel vaak ook vragen van wat kan ik eraan bijdragen. Hoe betekenisvol kan ik zijn om toch zeg maar die aarde wel leefbaar te houden. Want daar komt het natuurlijk op neer. Nou, dit landschap waar we hier nu naar kijken is natuurlijk eigenlijk het droomvoorbeeld wel wat je zou willen. En dus de oude rivierduin, zeg maar de stijlwal, de laaggelegen gronden, maar dan af en toe zeg maar daar water in laten lopen. En dan zeg maar in combinatie wel met nieuwe landbouwgewassen, wel met nieuwe kansen om dat aan te durven met elkaar. Maar je ziet dus nu al in wezen wel dat zeg maar de boer die hier dit onderhoudt en met ons daarmee bezig is, wel dat hij ook eigenlijk zeg maar voor die flora en fauna gaat en voor het behoud van het landschap. En die stijlrand zeg maar is een dusdanige kwaliteit, wel er zit ook heel veel flora en fauna in, maar daarnaast ook dat je een hele mooie kans hebt om geweldige verbindingen te maken die ook interessant zijn wel voor mensen wel die deze omgeving bezoeken. Een ecosysteem is onlosmakelijk aan ons en als we er slecht mee omgaan, dan zijn we zelf natuurlijk daar slachtoffer van. Dus kijk, die aarde die gaat wel door. Maar als wij dit leefbaar willen houden, dan zullen we toch naar ons ecosysteem. Naar bloemen, planten, vogels, vlinders, bijen, bacteriën, schimmels in de bodem. Ja, daar moeten we gewoon goed mee omgaan. Stoppen met gif, boom heilig verklaren en landschapselementen gauw weer aanleggen. De Achterhoekse woningmarkt is ten opzichte van 10 jaar geleden totaal veranderd. Gezien de trek van west naar oost, de opgave om goede huisvesting te organiseren voor onze inwoners en de groei van eenpersoonshuishoudens is er een behoefte om zowel in de kernen als in het buitengebied extra woonruimte te realiseren. Maar wat zijn de mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied? Nou, wat wij zien als knelpunt in het buitengebied, als je kijkt naar de woningbouw, is toch wel de enorme uitdaging dat wij echt zien dat er een hechte vraag is vanuit de bewoners van de IJsselstreek om niet alleen in de kernen te wonen, maar ook graag in het buitengebied te willen blijven wonen. Grote boerderijen zien we daar, stallen. En mensen hebben vragen naar kleinere eenheden, met families bij elkaar gaan wonen. Maar ook eventueel het stoppen van het boerenbedrijf of een mooi kavel verbouwen met een erfgedachte. En dat is niet alleen voor starters, maar ook voor ouderen die graag op platteland oud willen worden. En om die vragen en aanbod bij elkaar te brengen, dat is wel op dit moment echt een knelpunt. Is dat we zien dat zowel in de kernen als in het buitengebied heel veel mensen toch die vragen gaan stellen en wij niet altijd de capaciteit hebben om al die vragen snel te kunnen beantwoorden. En wat we dan ook vragen aan de mensen, ga het nou niet alleen zelf oppakken, maar zorg ook dat je iemand erbij haalt die verstand van zaken heeft. Dus haal er een goede adviseur bij die de mensen kunnen helpen om zo'n plan van A naar B te brengen. Met een goed voorstel te komen, met goede tekeningen te komen. Goed te kijken wat wel en wat niet kan, ook ruimtelijk. Maar ook andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Hoe pak je dat op? Nou, wat wij echt zien als kans is dat er gewoon echt een vraag is van onze bewoners hier in Oude IJsselstreek, maar zelfs ook van buiten. De markt is er nu rijp voor, de mensen willen. Er is vraag, dus ja, die kansen we heel graag met elkaar oppakken en mee aangaan. En de uitdaging oppakken om daar echt die woningen te gaan realiseren. We staan nu op een trapveldje in Bredebroek. Het Kuipje. Dit is ook een van die kansen die we hebben opgepakt. Niet helemaal buitengebied, want het buitengebied begint net ietsjes buiten hierna. Maar het is een kleine kern waar gewoon jongeren en ouderen volgend jaar starten met de bouw van hun eigen droomwoning. Nou, wat we nodig hebben is natuurlijk gewoon echt de professionals die mensen in het buitengebied kunnen ondersteunen. Het tweede is, het kan best zijn dat we onze spelregels nog wel moeten gaan aanpassen om nog meer kwaliteit of meer ruimte te gaan bieden. Om wonen mogelijk te maken. Nou, daar moeten we ook met elkaar over in gesprek gaan. En het derde is, en dat is echt een knelpunt, we hebben bij de gemeente op dit moment te weinig mensen om al die aanvragen goed te kunnen begeleiden. Het vraagt heel vaak een persoonlijk gesprek. We hebben niet altijd de tijd daarvoor. Dus de oproep is ook natuurlijk van kijken of wij nog de goede mensen binnen kunnen halen om samen met ons deze uitdagingen aan te gaan. We hebben de afgelopen 3 jaar erg droge zomers gekend.
Dit jaar, de zomer van 2021, liet andere weersextremen zien. Wat ons bewust maakt hoe wij rondom klimaat moeten omgaan met onze openbare ruimte en inrichting van onze natuurgebieden. Kijkend naar het geheel hebben we te maken met droogte, hittestress in de kernen en heftige regenval waarbij dan de openbare ruimte onvoldoende bereikbaar is. Het gaat om grote, omvangrijke herinrichtingsmaatregelen en dat is een grote opgave. Ja, we zien dat het klimaat wordt extremer, dus we krijgen meer droge perioden en we krijgen meer natte perioden. Nou, dus afgelopen jaar is natuurlijk heel erg duidelijk geworden wat er kan gebeuren als het te nat is. Dat hebben we gezien in Limburg. Heel veel wateroverlast. Er waren niet zozeer veiligheidsrisico's, hè. Mensen zijn niet gewond geraakt. Maar dan zie je dat schade toch een heel groot probleem kan zijn. Dat echt heel ingrijpend is voor mensen. Nou, als die bui hier was gevallen, dan hadden we ook schade gehad. Wellicht niet precies even erg als in Limburg, maar we hadden op veel plekken schade gehad. Zowel in het bebouwde gebied als in het onbebouwde gebied. Dus in het landelijk gebied. Ja, de andere kant is droogte. We hebben natuurlijk de afgelopen 3 jaren hebben we gezien wat droogte in de Achterhoek kan doen. Droogte kan een probleem zijn voor de natuur, maar zeer zeker ook voor de agrarische bedrijven. In Nederland valt er genoeg water, maar we moeten zorgen dat we het niet te snel afvoeren naar de grote rivieren en naar de zee. We moeten het vasthouden in een gebied. En als je nou kijkt naar waar we hier staan, dit is Engbergen. Daar is de afgelopen 10 jaar is daar een prachtig mooie gebiedsinrichting geweest. Onder andere op het vasthouden van regenwater voor droge perioden. Je ziet hier een lager deel bij de Oude IJssel, wat nog wel gebruikt wordt voor extensieve begrazing. Maar wat je dus ook heel goed kunt gebruiken om het water tijdelijk vast te houden. Dus als we het hebben over droogte, dan zijn oplossingen waar we aan denken meer ruimte voor water, meer water vasthouden in het landelijk gebied. En dat kunnen we als overheid niet alleen, maar daar heeft de agrarische sector en ook gewoon bewoners hebben daar een belangrijke rol in te vervullen. Wat ik zelf het grootste risico vind, is ten eerste dat veranderingen lang duren. En we zien, we hebben de afgelopen 15 jaar gezien dat de klimaatverandering heel erg snel gaat. Dus we weten eigenlijk zeker dat er nog calamiteiten gaan optreden, ook bij ons. Niet alleen in Zuid-Limburg en niet alleen in Noord-Holland, wat we afgelopen jaar hebben gezien. Maar ook bij ons gaan die calamiteiten optreden voordat we er iets aan hebben kunnen doen. En het tweede grote risico wat ik zie is dat we proberen natuurlijk allemaal om de Parijsdoelen te halen. De opwarming binnen die 1,5 graden te houden. Maar gaat ons dat lukken? Als dat niet gaat lukken, dan gaat de klimaatverandering door. En wat gaat er dan gebeuren in ons gebied? Dat weten we nog niet. Vitaal buitengebied is 1 van de 7 opgaven die wij hebben opgenomen in onze toekomstvisie. Het buitengebied, een groot gedeelte van onze gemeente, is belangrijk voor onze inwoners en onze toeristen. Ook de agrarische sector heeft er een hele belangrijke plek en rol in het beheer en onderhoud. Het behoud van landschapswaarden, het behoud van natuur, het versterken van landschapswaarden in natuur hoort daar allemaal bij. En daar hebben we als gemeente de vraag, is dat een opgave voor ons als gemeente of is dat een opgave voor ons allemaal waarbij we als gemeente onze inwoners meenemen om hen te helpen om die opgaven in te vullen.